is now on the beat. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar we gaan sowieso wel wat eten. Dus ik houd een beetje klein bij Popeyes. Aangezien ik wel heel veel honger heb. Maar ik heb een biscuitje. Het is deze. Het is anders voor vorm. Ik ken het niet zo. Deze verkopen ze ook bij KFC, maar niet in Nederland. Niet meer. Volgens mij alleen, ik weet het voor Rotterdam alleen nog even. Nou, deze verkochten ze voorheen ook in Nederland, KFC, maar ze zijn gestopt met de verkoper ervan, daarom weet ik niet. Het bestaat alleen maar uit boter en zout. Heel erg machtig en calorierijk. Maar ja, af en toe kan geen kwaad. Maar je moet het wel met iets eten, anders is het zo droog. Ja, met vlees. Kijk eens wie hier ook in Suriname is. Ramona. Ja, we staan bij de boten. We zitten te denken om aan de overkant te gaan, maar het is een enkel ritje en om terug te keren. Om terug te keren moet je of extra betalen, zo die man, of je moet met de taxi of zo waarschijnlijk. Maar dat is wel heel raar. Nu zijn we de overkant, daar staan we. En dat kunnen we niet doen. Maar het is wel raar hoor. Wat? Weet je, het is gewoon een enkel rit eigenlijk. Je kan niet terug. Ik geloof het niet. Ik geloof het ook niet, want die mensen moeten toch ooit terug. Je kan ook een rondvaart doen en dat kost dan 80 SRD en dan ga je gewoon rond de rivier een beetje sightseeing. En anders is een enkeltje 1,75 SRD, valt best wel mee qua prijs. Niet? Dat is niks. Dat is 30 cent of zo, eurocent. Nee, we gaan gewoon een dagje met z'n allen. Ben je al naar de casino geweest? Mm-hmm. Ja, in die 4 dagen. Hoe snel? En, gewonnen? 3 dagen? Ja, ik heb oorlog. Wat heb je gespeeld, Blackjack? Ik speel roulette. Oh ja, roulette. Ja. Nou ja, ik geef je een compliment. Op den duur is het hinderlijk. Is het ding gewoon hinderlijk. Ik heb nog een heel gezin hier. In december, man. Dit is echt een ding gewoon. Ja. Maar ze weten, gewoon bij de mensen hier doen ze dat niet. Doen ze deze grap volgens mij niet. Jawel, maar minder. Maar op den duur, ja. Maar zo zijn die mannen van hier gewoon, hè? Maar ik vraag me af of ze er echt succes mee hebben. Want ze blijven dit doen. Ze zien dat we het vervelend vinden, maar toch. Toch? Nee. Als zij het mooi vinden, dan gaan ze het gewoon niet zeggen. Als je iets moet echt, maar je bijvoorbeeld in de casino. Ja. Als er een man daar, en dat is van die meisjes die daar werken, toch? Ja. Laat ze met een donkere lipstick op. Mm-hmm. Oh, meteen je lippen zijn seks. Maar dat het. Dat volgens mij wordt het gewoon echt seks. En dan was dat het ook gewoon, maar hij gaat het wel zeggen. Het is zo direct. Ja. Dat is het. Dat is het ding. Ja. In Nederland zijn mannen niet zo. Die denken direct. Het, maar ze gaan niet zeggen, maar je gaat ze alles zeggen. Ja, dat is het. Het is allemaal handig. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, soms wat er uit hun mond komt, oh, het is. Je weet gewoon niet wat je moet zeggen, omdat het je zo verbaast. Van, wow, zo direct. Dat is waar. Ze hadden een box open, toch? Nou, dat gaat wel open. Dan moet je die kant op gaan.
Ze hadden een wat? Een soort hok. Op het station, dat is nu al het station. Dan praat een robot. Dan ga je dus erin en dan praat een robot automatisch. En dan leg je de pomp in. Nee. Dat is wel heel wanhopig dan. Zo gaat het daar. Dus het is echt een kille wereld dan weer. Dan ben ik het gewoon graag doen. Of je hebt dat je gewoon in een box moet gaan om het te horen. Dus je moet ergens naartoe gaan om die complimenten te ontvangen. Ja, dat was het op het Utrechtstation, toch? Wauw. Ja, dan ben je eruit. En hoe voelde je? Ja, zou fijn om een compliment te krijgen. Ja. Zijn er gewoon niet van in? Ja. De wereld is raar. Hoe noemen ze stagiaire jagers of zo? Die echt gericht op die stagiaires dan. Ja, gaan jagen en die dansers die dan extra weten waar ze zijn toch? Daar zoeken ze bewust op. Ja. Die staan in Havana Lounge voorin. Ja, Havana Lounge. Die staan voorin. Klopt, ja. Maar ik hoorde dat Stars gesloten is of zo, Sasasu ook. Hebben andere namen. Sasasu is echt gewoon gesloten. Je ziet nog wel Sasasu staan, maar het is niet meer open. Oké. Dat is toch niet echt mijn ding. Veel jongeren. En ook veel stagiaires kun je daar vinden. We zijn hier! Ja, gisteren. We lopen gewoon. Een craft market. Ik ben op zoek naar sieraden. Afrikaanse. Dit is er een hele mooie rok gehaald. Deze. Een mooie print. We zijn goed. We zitten met Orarica. Ja. Ja. Het is echt mijn eerste keer hier gewoon met Torarica. Iedereen heeft het er altijd over. Torarica dit, Torarica dat. We gaan even een cocktail drinken. Iets kleins eten. En het schijnt dat ze op zondag een poolparty hebben hier. Dus ik ben wel benieuwd. Ga ik even een kijkje nemen op zondag. SRD. Nou, in ieder geval dus die twee cocktails. Jij wilt cassave, hè? Mm-hmm. Gewoon zonde om aan te raken, man. Wat ik niet zo zeggen. Twee dingen. Wat wil jij? Cassave fries. Shit. Zo, wat heb jij? Wrap-achtig iets? Ja, zo'n wrap. Het lijkt een beetje op tillof. Buikje is vol. We zijn nu op de Wando met Torarica. Hoe heet dit? De pier. De pier. We lopen richting de pier. Oké, we lopen nu richting de pier. Allemaal mooi versierd met allemaal lichtjes. Romantisch. Goed, druppels omhoog. Dus
zijn bij de pier aangekomen. We gaan ook snel weer weg, want ik word hier aangevallen door muskieten. Maar het is een hele mooie, kalme, serene plek. Je mag deze mooie plek samen beleven. Romantisch, mijn vriendinnen, man. Goed. Voor de mensen die niet geloven dat Suriname mooi is. En, Suriname heeft hele mooie plekken. Echt waar. Zeker de moeite waard om een keer te komen.